Hey, goedemiddag mensen. Zien jullie wat er hier aan de hand is? Er wordt een kalfje geboren. Dat gebeurt ook op zondag. En dat vinden we helemaal niet erg. Nee. Alleen het houdt wel in dat mijn gezin dat ook moet accepteren. En dat ik er de hele dag voor thuis moet blijven. Maar die uren, die kan ik nooit ergens declareren. Nee. Maar dat vind ik ook niet erg. Ik ben al lang al blij dat moeder gezond is. Kalf gezond is. Iets met passie. Passie voor het vak. Liefde voor het dier. Nou, ik ga deze koe een handje helpen, mensen. Maar er zijn nog ontzettend veel mensen die zeggen dat boeren alleen maar om het geld is. Dat is het niet. We zijn de hele dag in touw. We kunnen die uren nergens declareren. De melkprijs die is zakkende, terwijl dat het in de winkel omhoog gaat. Geen idee waar het verschil blijft. Niet bij mij. Nee. Maar goed. Niet lullen, maar poetsen zullen we dan maar zeggen. We gaan aan de gang. Zet hem op, hou je taai. Doe voorzichtig. Spreek elkaar. Ik had net een gezond kalf. Daar ben ik heel blij mee natuurlijk. En dan nog even gaan voeren. Even snel, hè. Ja. Nou, het valt allemaal mee hoor. Het is helemaal niet zo heel erg. Maar ja, je moet wel de klep van de kar dicht doen natuurlijk. Voordat je gaat vullen. Oh. Nou ja, hè? Schatje, half negen vanavond ben ik binnen.